Dames en heren, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag spelen wij Disney Infinity en ik ga jullie meenemen naar een heel leuk level, een custom-made level. Dus kom maar even mee. En daar komt het dan. Zo, welcome all. Enjoy the many attractions here at the park. Oké, wat grappig. Eigen teksten erin. Dit is dus het Disneyland kasteel, om het zo te zeggen. En we gaan dus even naar binnen kijken. Want waarschijnlijk zijn er allemaal nieuwe minigames hier verstopt. En ik ben heel benieuwd wat we allemaal vinden. Wat is dit? Dit is een deur. Peter Pan's Flight. We gaan eens kijken wat dat precies inhoudt. Peter Pan's Flight. Een paar stukken speelgoed in de toybox zijn nog niet steeds vergrendeld. Oké, we zitten dus in de Peter Pan's Flight. Iemand heeft dit gemaakt. Dit is denk ik de deur waar we dus doorheen gingen. Ziet er wel heel mooi uit. Team up with a friend. Oh, wat gaaf. Daar gaan we. Instappen. We gaan met de bed, gaan we dus door ringen heen. We moeten altijd 1 minuut 55 doen. Ik ga eens kijken wat er voor een aparte besturing. We moeten door de ringen heen die in de map staan verstopt. Zo, dit gaat goed komen. Zo, een beetje een boost gebruiken we. Daarboven zit er eentje. Oh, we gingen er net langs. Oh, het is een hele vervelende besturing. Maar het lukt denk ik wel. Nee. Oh, wat vreselijk is dit. Die besturing is gewoon niet tof. Maar het is wel schattig. Ik weet niet of we het gaan redden. We doen namelijk alle ringen verzamelen en ik moet eigenlijk geholpen worden door een vriend. Maar dat word ik dus niet. Ik ben heel lonely nu. Ik hoop dat we het gaan halen, want we hebben nog 1 minuut voor een paar ringen. Hoeveel moeten we er? 9 stuks moeten we. Dat halen we toch nooit? Ik zie er daar eentje. We moeten het halen, jongens. We kunnen niet falen nu. We hadden al een beetje een slechte start. Maar al die rotringen. Daar zijn nog, ik zie nog 3 in het zicht. Zijn dat genoeg? Hebben we er dan 9? Ja. Ja. Kom op, kom op. We moeten het halen. Ja, nog 1. Die zit daar zo. Dit moet een makkie zijn. Dit moet zeker weten een makkie zijn. Dit moet ik gaan halen. Yes. Yes. We did it. Met Donald Duckje. Dat was heel gaaf. Dit was een hele gave minigame. We gaan terug. En de uitdaging hebben we gehaald. Dus we gaan terug naar Disneyland. Fun. We zijn weer terug in Disneyland. En we gaan eens kijken waar we nog meer heen kunnen. Ik zie daar namelijk de Space Mountain. In ieder geval de Epcot. Zo heet dat dan. Ik zie hier ook een gedeelte van Toy Story staan. Heel herkenbaar. En natuurlijk kan je in Disney Infinity niet altijd alles nabouwen, want er zijn natuurlijk een bepaald aantal dingetjes. Het is net als Minecraft, maar daar kan je nog wel meer je fantasie. Kan je eigenlijk alles bouwen. Dus Minecraft is een slecht voorbeeld. Ik denk Rollercoaster Tycoon bijvoorbeeld. Zoiets. Wat is dit? Het zijn 2 pijlen. Moet ik erop? Oh! Wow! Woehoe! Dit is de achtbaan. Dit is echt gaaf. Dit is echt heel cool. Dus een onzichtbare rails hier helemaal ingebracht. Echt heel stoer gedaan. Heeft hij leuk gedaan. We gaan eens kijken, wat hebben we nog meer? Want dit is dus de rand van het speelhalletje. Misschien kunnen we hier wat in de Epcot zien. Er is wel een soort van pad wat omhoog loopt. Misschien kunnen we daar boven wat op doen. Misschien hebben we alleen een uitzicht. Misschien is er ook helemaal niks te beleven hier. Nee, we kunnen helemaal niks doen hier. We kunnen misschien niet bovenop lopen. Kijk, dan kunnen we een beetje achter de schermen kijken hoe die dat heeft gemaakt. Maar dat is niet belangrijk. Het gaat er tenslotte om wat heeft hij hier allemaal neergezet. En wat is dit? Ziet eruit als een die auto-attractie. Hier is water geplaatst. Kunnen we daar oplopen? Ja. Hier is ook een soort van watervalletje zien. We kunnen naar boven. En volgens mij is daar It's a Small World. Alhoewel, dat ziet er wel naar uit. En ik hoor ook de muziek veranderen. Is het It's a Small World? Volgens mij wel. Oh, dit ziet er mooi uit. Kijk nou. Oh, dit is zo gaaf. Dit is zo cool. Ik wil nu op die knop drukken hier.
Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik druk er gewoon op. Oh, muziek! Oké, er gebeurt niks. Rustig maar, Vincent. Er gebeurt niks. In ieder geval, komt er... Jawel, die deur gaat open. Oh! Wat gaaf! Dit is zo gaaf gedaan. Ja, plus 1 hoor. Wat hebben we nog meer? Toontown! Ah, kijk, daar is Toontown. Heeft hij gewoon een aantal gebouwtjes neergezet. Hier zie je iets uit de kar staan, uit Radiator Springs. Ik kan daar eens even binnenkijken. Heel leuk. Oh, daar gaat de deurtje ook open. Of de muur gaat open eigenlijk. En dan zou dus... Oh, ik hoor echt de muziek uit Toontown ook. Casa de la Tigres. Ik kan hier niet veel op doen, maar ik zie wel dat hier dan een soort van achtbaan is nagebouwd. Maar dan in waterglijbanen. En ik weet niet hoe we hier naar boven kunnen komen. Dat zou mooi zijn als we daar naar boven kunnen komen. Is er een trap ergens of zo? Of iets wat we kunnen klimmen in deze rots? Volgens mij kunnen we helemaal niet hier omhoog komen. Dat is, oh ja, via touw. Goed dat ik hem zie. Ik zag hem net niet. We komen dus hierboven en we kunnen nog hoger, want ik wil wel eerst op de hoogste, denk ik. Groen of rood? Welke gaan we eerst doen? Zullen we eerst deze doen, groen? Woehoe! Dit is gaaf. Yeah! Oh, dit is heel fantastisch gedaan. We hebben hier een huis. Ik weet niet wat het voor een huis is. Of we daar naar binnen kunnen. We kunnen daar niet naar binnen. Ik denk dat de Peter Pan's Flight... tot nu toe de enige minigame was, wat dit wel tegenvalt, want volgens mij zijn er nog wel meer minigames, heb ik het gevoel. Ik zag in ieder geval een heel groot, daar hebben we natuurlijk de Mount Everest, of hoe noem je dat? We kunnen er wel even naar opgaan, hier, door hier zo, hier, let op. Dan gaan we helemaal omhoog, dit is wel heel stoer gedaan hoor. Woehoe! Gaaf! Dan gaan we maar weer terug. En dan wil ik daar nog even kijken bij dat piratengebied. Hij loopt ook zo schattig. Wat is daar? Dat is ook een dark ride idee. Echt superleuk gedaan. Echt superleuk. Met thematisatie. Hier komen we in het Wild Westgebied. Kan ik nog met die trap... Nee! Niet voor me weggaan! Wat irritant! Dat kan je toch niet menen? Kom terug! Liefje! Kom! Gemeen dit. Die lift wist dat ik ging komen. En toen dacht ik van, nou, ik ga maar gewoon omhoog als jij eraan komt. Jammer dit. Oh, nu krijgen we een mooie point of view. Kunnen we in ieder geval zien wat er nog allemaal is te beleven hier. Ik zie hier nog een heel gebied. En de pirates. Ik denk dat dat een... Daar is nog een attractie gebouwd. Helemaal aan de achterkant. Mooi hoor. Daar ben je wel even mee bezig dit hoor. Oh, is dit van... En een tiki 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 tiki. Jungle Book! Kijk, hier zat die aap op. Oh, die muziek is zo mooi. Dit is de Jungle Book. Gaan we nu naar het piratengebied. En daar is nog een minigame. Daar gaan we in. Huppakee. Naar de Pirates. Zo, we krijgen nu dus de Pirate minigame. En dat ziet er heel vet uit. Wat kunnen we eigenlijk hier doen? Ik zie hier dat hier de missie is. Dat je dat met z'n tweeën weer kan doen.
En we moeten misschien schieten op die rode doelen. Laten we dat eens proberen. Dat is 1. We hebben daar de nummer 2. Iets naar onder. 2. Daar iets meer naar onder nog. Zo. En dan hebben we daar nummer 3. Zo. Kan je nog een keer schieten? 4. Ik weet niet hoe vaak we moeten schieten op die doelen. Bescherm de schatten. Oh, moeten we dat met Donald doen? Maar die is zwak. Ik verander hem zelf. Naar Incredible. Ik kies jou. Wat dacht je ervan als we een sprintje zouden trekken naar een nieuw avontuur? Vita Pirate Ship. Daar gaan we weer. We gaan weer het schip vernietigen. Gaat lekker zo. Komt u maar. Het leger is op komst. Hou ze tegen. Hij gaat gewoon niet dood op een of andere manier. Nu wel. De vijand is verslagen. We hebben het gedaan. Voorlopig. Yes. Oké, mooi. Deze minigame hebben we gehaald. Het kost even tijd. In ieder geval kunnen we nu terug naar Disneyland Fun. Er zijn dus een paar speelgoedstukken vergrendeld. Omdat ik die dus nog niet heb vrijgespeeld. Dus het is dus zo dat een level nog niet helemaal compleet is blijkbaar, begrijp ik. Ik weet dat niet 100% zeker. Ik heb echt heel veel puzzelstukjes en dingetjes al vrijgespeeld. Maar misschien omdat je ook deze vlaktes allemaal leeg ziet staan. Misschien hoor je ook nog dingetjes in. Dat weet ik dus niet zeker. In ieder geval hebben we hier nog wel een huisje waar we misschien wel in kunnen. De deurtjes gaan open. En het is nog iets. En dat heeft het een naam. De Haunted Mansion. Ik wil daar nog even een kijkje nemen voordat we hier afsluiten. Dat wordt dan de laatste attractie die we hebben gedaan. De derde van Disneyland Fun. We zijn nu in die Haunted Mansion. Ik ben benieuwd. We kunnen dit wel even met Elsa doen. Misschien leuk om eventjes met haar te doen. Lijkt me wel grappig. En wat is het doel? We moeten ontsnappen uit het doolhof. Met Elsa gaan we doen. Oh jee. We hebben 1000 plekken. We hebben 99 plekken bezet. Van de 1000. Dus we hebben nog wel één plekje voor jou. Fijn om te weten. Oh, nee! Meen je dit? Ik zit hier vast. Holy crap. Moet ik met Elsa vechten tegen deze monsters? Ik ben toch niet zo sterk met haar. Moment. Dan doen we het wel weer even heavy. Ik pak wel even heavy armor. Zo. Ik denk dat hij wel beter is. Kijk eens. Hij heeft ze zo verslagen. Dit was Disney Infinity. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet geen like achter te laten als je een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer. Bij misschien wel een nieuwe video van Disney Infinity 2.0. Doei doei!